Ik ben Barbara Jonker en ik ben communicatiemanager bij Hennis & Maat. Voor mij is het echt een heerlijke plek en heel inspirerend. Vorige keer, zoals ik al zei, toen we op het industrieterrein achter het complex zaten, in een soort betonnen doos eigenlijk, toen ik er net werkte, zeiden mensen, ga je mee een rondje wandelen in de pauze? Dus ik dacht, oké, prima. En toen bleek dat rondje gewoon op de parkeerplaats van de Rijn. Dus toen dacht ik, goed, is dit voortaan het rondje wandelen wat we doen? En toen hoorde ik dat we gingen verhuizen. Toen dacht ik dus van, moeten we helemaal naar Woudenberg en is dat wel wat? En toen kwam ik hier, en hier je rondje weer naar de lunch wandelen. Is natuurlijk een totale andere omgeving en inspiratie dan op een bedrijventerrein tussen de parkeerde auto's. Nou, wat het maakt, het is al als je in de auto stapt en hier naartoe rijdt, dat ik al dan op weg zodra ik afslag Bunnik voorbij ben, dat je dan denkt, dan beginnen al veel meer bomen en je ziet ook elk seizoen heel goed terug. Dus als het sneeuwt, zie je het langzaam aan het sneeuwen worden. Als het herfst is, zie je mooie bladeren van de bomen. En het geeft een soort rust, waardoor je hier al in een soort relaxedheid aankomt. En op het moment dat je dan hier het terrein parkeert, en laatst kwam ik aan, toen waren net alle bloemen uit en dan ruikt het heerlijk. Ja, en dan mag je dag nog beginnen.